Hey, graag wil ik jullie iets gaan uitleggen over een tuibrug en de krachtswerking daarin. Ik heb een mooi model wat al een tijdje hier in mijn bureau staat en ik sta te popelen om hem te gebruiken. En aan de hand van dit model kan ik prachtig de krachtswerking in zo'n mooie tuibrug laten zien. Je kunt enige gelijkenis zien met de Erasmusbrug in Rotterdam. En dat klopt ook. Laten we eens beginnen om te kijken hoe hij in elkaar is gezet. Je ziet hier een pyloon, een fundering en het brugdek. En dat brugdek dat hangt aan kabels, aan de tuien. En laat ik even tonen hoe dat werkt. De kabels, de tuien beginnen helemaal boven in de pyloon. En het brugdek wordt als het ware vanaf één oever uitgebreid en kan telkens een stukje worden verlengd. Wordt dan aan de tuien bevestigd en op die manier bereik je de overkant. Je ziet ook de ordening van de tuien, die geleidelijk aan een steeds iets flauwere hoek krijgen. We hebben nu de overkant bereikt. En je kunt zien dat het brugdek relatief slank is. Dus de dikte van het brugdek is eigenlijk vrij klein. Laten we eens kijken hoe de krachtswerking eruit ziet. Ik heb een aantal punten opgeschreven. Om te beginnen wil ik kijken naar het effect van die tuien op de overspanning. Normaal gesproken, bij een ligger op twee steunpunten, zeggen we Q is een achtste, of M is een achtste, Q L kwadraat. En als we dan even voor een tuinbrug ervan uitgaan dat tussen dit punt en dit punt, dat de beide oevers zijn, dan is hoofdletter L is mijn lengte. Dus je kunt zien, een vrij forse overspanning, L. En dat geeft ook een groot moment. Het mooie is, door die tuien wordt eigenlijk de lengte van de oplegging, van de overspanning, wordt verkleind. Eigenlijk al die tussensteunpunten die gevormd worden door de tuien, bieden extra ondersteuning aan het brugdek. En wat je dan ziet, is dat eigenlijk het moment niet een hoofdletter L wordt, maar een achtste Q L kwadraat, een klein L'tje, nog steeds in het kwadraat, maar je zult in begrijpen dat dat een behoorlijke impact heeft op het buigend moment in het brugdek. Vandaar dat hij ook zo slank kan zijn. Maar je krijgt dat niet gratis. Die kortere overspanning, daarvoor heb je dus al die tuinkabels nodig, die één voor één ervoor zorgen dat er evenwicht ontstaat in de knopen. Een belangrijk principe van een tuinbrug en van veel kabelbruggen is dat trek en druk, dat eigenlijk veel efficiëntere manieren zijn om krachten te transporteren dan buiging. En dat is ook de reden dat een tuibrug relatief slank is. Zowel het brugdek is eigenlijk heel dun, maar ook de kabels kunnen verhoudingsgewijs tot de grote overspanning best efficiënt en economisch zijn. Laten we eens kijken hoe dat werkt. Ik ga eens bekijken hoe het evenwicht werkt in één knoop. En daarvoor ga ik wat belasting aanbrengen. Ik heb wat gewichtjes meegenomen. Dit zijn kleine gewichten en dat stelt bijvoorbeeld het autoverkeer voor op de brug of de trams die over de Erasmusbrug rijden. En ik ga die aanbrengen op het brugdek. Nou, je kunt zien dat er een doorbuiging optreedt. De kabels komen strak te staan. En op die manier wordt de brug vol belast. Je kunt nu ook zien dat de kabels ook daadwerkelijk echt gespannen staan. Buitenste nog niet zo heel erg, want die rust hier nog een klein beetje op het steunpunt aan de oever. En laten we eens kijken hoe dat evenwicht werkt. Als ik ieder gewichtje hier voorstel als een pijl naar beneden, en laat ik eens even deze pakken als voorbeeld, dan heb ik hier mijn belasting F. Nou, stel dat ik een grote hoofdletter L als overspanning had, dan was mijn buigend moment enorm geweest. Hè? Dan had ik hier een momentenlijn gehad die er ongeveer zo uitzag. Enorm buigend moment. Maar omdat eigenlijk deze punt was, links en rechts wordt ondersteund door de kabels, wordt mijn werkelijke overspanning een stuk kleiner. Laten we eens kijken hoe die krachten worden opgenomen. Om te beginnen zit er een trekkracht in de tuin die evenwicht maakt, die verticaal evenwicht maakt met de puntlast.
En er zit nog een volgende kracht in. Nou, waar zit deze kracht precies? Deze kracht die zit in het brugdek. In het brugdek zit een drukkracht die eigenlijk steeds groter wordt naarmate je dichter bij de oplegging komt. Want al die F's hebben een resultante die ook in het brugdek zit. Dat zijn die groene pijlen die bij elkaar opgeteld dan telkens evenwicht maken met de diagonaal in de tuin. Dus laat ik het even bijzetten. Deze kracht zit in de tuin. En de groene kracht zit in het dek. In het brugdek. Dus het brugdek wordt ook op normaal kracht belast. Nou, je kunt hier goed zien, ik heb alle krachtjes F ingetekend. En op iedere plek waar het gewichtje ligt staat een rode puntlast F ingetekend. Vervolgens heb ik hier ook alle krachten in de tuien getekend. En je ziet dat naarmate je van links naar rechts gaat, om verticaal evenwicht te maken met kracht F, moet die kracht in de tui eigenlijk steeds groter worden. Dus je weet dat deze tui verhoudingsgewijs de grootste kracht heeft bij dezelfde belasting. Omdat de hoek waaronder die staat met de verticaal veel groter is. Dus dat betekent dat de horizontale component eigenlijk veel groter wordt. En de vector wordt dus veel langer. Nou, waar gaan deze krachten heen? Die blauwe F's. Nou, die komen allemaal hier samen boven in het piloom. Dus om evenwicht te maken zul je zien dat al die krachten F uiteen waaieren. En die komen samen in dat ene knooppunt hier boven in de piloom. Je kunt je voorstellen dat een enorme kracht op dat bovenstuk van die piloon worden uitgeoefend. Nou, je ziet dat dat evenwicht maakt met elkaar. In het brugdek komen alle horizontale pijltjes samen. Die ga ik ook even tekenen. Hier kun je goed zien de groene pijlen die in het brugdek zijn aangegeven. Voor de tuien die helemaal scherpe hoek hebben. Of een flauwe hoek hebben, zijn de krachten groot. Voor de tuien die een scherpe hoek hebben, zijn de krachten klein. En je kunt als het ware hier al de normaalkrachtenlijn in het brugdek zien. Als je de normaalkrachtenlijn zou tekenen, dan zou je eigenlijk telkens een sprongetje krijgen ter grootte van kracht F. En op die manier is de normaalkracht is het grootste aan de linkerzijde bij de oplegging. Dat kun je ook voelen. Stel dat je hier zou proberen het brugdek uit elkaar te schuiven door hem te openen. Dat is eigenlijk niet te doen. Hier zit een enorme drukkracht in die de brugdekdelen als het ware in elkaar duwt. Goed, maar die blauwe krachten, waar gaan ze naartoe? Hoe krijgen we evenwicht in de piloon? Hier bovenin zit een knooppunt en je ziet aan de achterkant twee enorme tuien die bij elkaar een hele ruimtekracht F, eigenlijk de som van alle horizontale van alle blauwe pijlen bij elkaar optellen. En op die manier krijgen we evenwicht. Dan missen we nog één component. En dat is degene die verticaal omhoog gericht is. En hier zien we eigenlijk de optelsom van al die F's omlaag. Je komt dus hier via de piloon naar beneden. Dus hier moet een vrij zware fundering onder zitten die in staat is om het totale gewicht van de brug op te nemen. Nou, wat er gebeurt als dit onmogelijk wordt, kun je ook direct zien wat er met de brug gebeurt. Ik ga het toch maar illustreren. Ga ik eens even naar het evenwicht van deze twee tuikabels kijken. Je ziet dat ik hier al behoorlijk wat gewicht heb neergezet. En als ik dat ga weghalen, dan moet ik heel voorzichtig zijn, dan zul je zien dat de brug gaat kantelen. Eigenlijk hier zit een rotatiepunt onderaan de tui. En je ziet op het moment dat hier onvoldoende tegenkracht kan worden opgewekt, dus dat de kabels niet meer voldoende reactiekrachten kunnen opleveren om al die blauwe pijltjes op te nemen, dan zie je dat de hele brug als het ware naar rechts roteert. En op die manier zou de brug bezwijken. Dus je weet ook als je naar de fundering kijkt dat onder deze twee kabels moet of een enorm blok beton zitten met heel veel massa, of daar zit een trekpalenstelsel wat zeg maar de trekkrachten in deze twee tuikabels kan overnemen.
Nou, dan kom ik terug op de vraag, waarom kan zo'n brugdek zo slank zijn? We hadden al gezien dat de overspanning L eigenlijk veel kleiner wordt dan die hele grote hoofdletter L. En dat betekent, als je de momentenlijn van een tuibrug kijkt, dat je eigenlijk dit soort momentenlijntjes krijgt. Waarbij eigenlijk telkens door de tuikabel een opwaartse kracht. Dus dit zijn eigenlijk een soort van steunpuntjes die telkens ervoor zorgen dat het moment enorm verkleind wordt. Dus ten opzichte van het grote moment wat je hier hebt, ontstaat eigenlijk veel kleiner moment en daardoor kan het brugdek veel slanker zijn. Waar je wel rekening mee moet houden is dat er dus die enorme drukkracht zit die het resultaat is van al die groene pijlen. Dus dat betekent dat er hier opgeteld ook een enorme horizontale kracht in het brugdek zit. Dat betekent dat het brugdek ook moet worden getoetst op normaalkracht, dus drukkracht plus buigend moment. Oké, nog een korte samenvatting. Wat hebben we allemaal gezien? Hoe werkt een tuibrug? Het moment wordt enorm gereduceerd, omdat je gaat van een grote overspanning hoofdletter L naar een kleine overspanning, de kleine L. Dat zijn eigenlijk de afstanden tussen de tuikabels. Het tweede wat we gezien hebben is dat in iedere knoop evenwicht kan ontstaan die het gevolg is van een drukkracht in het brugdek, een trekkracht in de tuikabel en de belasting. Dus overal kun je dit soort krachtendriehoekjes tekenen. Wat je ook hebt gezien is dat aan de rechterkant hier, doordat de hellingshoek van de kabel veel lager is, je eigenlijk een veel grotere kracht in de tuik krijgt en ook een veel grotere kracht in het brugdek bij een gelijkblijvende F. Wat hebben we verder gezien? Het evenwicht van de piloon. Daar komt hier een enorme bundel trekkrachten samen in de top van de piloon. Die wordt in evenwicht gehouden door een even grote trekkracht, horizontale trekkracht, in de andere helft van de kabels, dus de kabels die naar de andere oever gaan. En een enorme drukkracht die in de piloon zelf zit, die naar de fundering gaat. Verder hebben we gezien dat voor de fundering het belangrijk is dat hier aan de achterkant van de brug de trekkrachten kunnen worden opgenomen. In deze achterkabels, in deze achtertuien, zit een enorm grote trekkracht. En die moet worden opgenomen door of een groot gewicht van de fundering hier, of trekpalen, of ankers, die ervoor zorgen dat de fundering niet opgetild wordt. Als dat gebeurt, dan hebben we gezien, dan gaat de hele brug roteren om de onderkant van de piloon. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de werking van de tuibrug. Tot ziens.